in. In. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom hier in de Bergkerk op 28 november. Alweer de eerste Adventszondag van dit jaar. Ook
ook een hartelijk welkom aan degene die deze dienst via de kerkomroep of via livestream nu of op een later moment met ons meebeleven. Weet dat wij ons met u verbonden voelen. De voorganger deze zondag is mevrouw Sitty Smedinga. Organist is Jan-Pieter Kouwmouw. Kosters zijn Guusje en Jos Vermeulen. Zij verzorgen ook het geluid. Hans Grosheide doet de schriftlezing en de camera wordt bediend door Marinus van Kooi. De kinderdienst wordt verzorgd door Karen van Drongelen en Annelies Rijken. Onze dank hiervoor. Mijn naam is Ineke Roch en ik ben vanmorgen uw ambtsdrager. In deze dienst zal veel muziek klinken. We zingen echter wat minder. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken, vragen wij u ingetogen te zingen en ingetogen de acclamatie uit te spreken. Dan is er nu even, dan weet ik niet hoe het verder gaat lopen, want er was er net wat verwarring wat betreft de kindernevendienst. De kindernevendienst wordt ingeleid toch? Oké. Goedemorgen allemaal. Vanwege de coronamaatregelen helaas geen kinderen in de kerk. Maar dit is de eerste adventszondag en we wilden toch graag u vertellen wat we dan beneden in onze eigen ruimte gaan doen met de kinderen. Dus vandaar dat ik het project maar even onder de arm heb meegenomen. We volgen de verhalen van Lucas binnen de kindernevendienst. Lucas die moest het nodig aan informatie verzamelen en dingen uitzoeken om zijn verhalen te kunnen schrijven. En een beetje teruggebracht naar kinderen en naar deze tijd, zou je kunnen zeggen dat hij daar een soort plakboek van heeft gemaakt. En wat we de komende weken ook gaan doen, is met dit plakboek van Lucas aan de slag. En in het plakboek, uitleg over woorden, verhalen, dingen die we met elkaar kunnen doen. Dus een heleboel om activiteiten aan op te hangen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we een beetje over de schouder van Lucas en zijn verhalen meekijken naar kerst. Dus weten en beneden hebben we ook een mooie viertafel met adventkaarsen neergezet. Het stalletje alvast een beetje opgebouwd. Dus wij vieren onze eigen dienst, maar ik neem wel graag de kaars met het paaslicht mee naar beneden. Dus dat zal ik nu aansteken. En de eerste adventkaars. Gestoken, zingen wij het kinderlied. Vandaag hebben wij een bericht van overlijden te melden. Ik verzoek u op te staan. Op 24 november is op 76-jarige leeftijd overleden Catharina Petronella Wilhelmina Boon. Ineke. Ineke woonde de laatste maanden in zorgcentrum
Marta Flora. De afscheidsdienst vanwege de huidige omstandigheden in kleine kring wordt gehouden op dinsdag 30 november. In de kapel van de begraafplaats Sint-Petrusbande in Den Haag. Niemand valt buiten de zorg en liefde van God. De kracht van onze gemeenschap is het licht van Pasen, de opgestane Heer. In dat licht noemen wij Ineke Boon. Wij gedenken in respect en dankbaarheid wie zij was, ook voor ons en onze gemeente. Mogen God de nabestaanden nabij zijn. Ons aanvangslied is lied 274, vers 1. Wij zoeken onze hulp bij de Heer. Goede God, aan het begin van deze dienst komen wij tot u om uw zegen te vragen over deze dienst. Laat ons stil zijn om in stilte u te ervaren en om in die stilte naar binnen te keren, zodat het mogelijk is om ons hart voor u open te stellen. Laat ons in deze adventstijd in stilte wachten op de komst van uw Zoon. Amen. Goedemorgen gemeente hier, goed om u allen hier te zien en voor de mensen thuis, u kunt mij zien en in gedachten ik ook u. Ja, deze eerste Adventszondag begint ingetogen, meditatief zou je kunnen zeggen, brengt onze blik naar binnen. We worden vaak opgeroepen om onze blik naar buiten te brengen, maar nu is het meer de blik naar binnen, bezinnend, verwachtend en verlangend. Dat doen we vandaag met de verhalen van Zacharias en Elisabeth. Zoals u weet zingen we in de adventsperiode geen Gloria-lied, maar het Gloria-lied klinkt wel door de hele dienst heen. Onder andere in de muziek straks rond de lezingen uit Lucas.
In de Bijbellezing van Lucas worden we meegenomen door woorden en door muziek die meegaan in de golven van het leven, van verdriet en blijdschap. In verband met de coronamaatregelen zingen we nu niet lied 446, maar ik lees hem voor. U thuis, u kunt natuurlijk wel meezingen. Ik lees hem ook zonder dat er orgelspel op de achtergrond is, zodat ook de woorden van dit lied wat meer tot ons toe kunnen dringen. Dus u kunt meelezen. Lied 446, vers 1. Zijt gij waarop de wereld wacht? Of wachten wij een ander? Zult gij een zwakke zonder macht als koning heersen in Gods kracht? Ons lijden tot elkander? Vers 3. Zijt gij van wie gesproken is in de voorbije tijden? Hoe maakt gij onze ziel gewis dat God door de geschiedenis voor u de weg bereidde? En ik lees ook vers 5. Kom Heer, op wie de wereld wacht. Wij wachten op geen ander. O kom, een zwakke zonder macht. Als koning heersen in Gods kracht. En leid ons tot elkander. Wij bidden ons Kyriëgebed. Ons smeekgebed. En na wij roepen u aan, zeggen we, Heer onze Heer, ontferm u over ons en onze wereld. Laten we bidden. God, we worden overspoeld met berichten over toenemende zorg in de ziekenhuizen. Over angst, of we nog wel geholpen kunnen worden in het ziekenhuis. We worden overspoeld met berichten van toenemende besmettingen, toenemende maatregelen en weer een variant op het virus. Ze overstemmen de berichten over de honger in Jemen en de vluchtelingen die ronddobberen op de zee. Daarom roepen we u aan. Heer, onze Heer, ontferm u over ons en onze wereld. Maar naast de werkelijkheid van de toenemende besmettingen en onze onmacht, hoe we hiermee om moeten gaan, gaan er mensen dood. Dood van te weinig voedsel. Worden er mensen ziek. Ziek van te veel eten. Zijn er elke dag weer mensen die vluchten uit hun omstandigheden en verrijken booteigenaren zich aan deze radeloze mensen. Zijn er mensen die met zichzelf en met hun omgeving vastlopen en een luisterend oor missen? God, we belijden. Het is in onze wereld nog niet gelukt om water, voedsel, land en aandacht evenwichtig te verdelen. En daarom roepen we u aan. Heer, onze Heer, ontferm u over ons en onze wereld. God, wees ons nabij in een machteloosheid die voelbaar is in deze nieuwe coronatijd. Wees ons nabij als we wegen zoeken in deze andere tijd om anders te leven. Op zoek naar mogelijkheden, zodat we niet verstarren in de onmogelijkheden. Wees ons nabij en inspireer ons als we nadenken wat we zelf kunnen doen aan armoedebestrijding, oplossen van eenzaamheid, goede voeding, de milieuvraagstukken en zoveel meer. Zodat ook wij, kleine mensen, kunnen bijdragen aan een betere wereld. Amen. Op de liturgie staat nu dus de plek van de kindernevendienst. En ik wil daar nog een klein beetje op aanhaken. Het kindernevendienstproject gaat aan de slag met verhalen. En in deze dienst maak ik ook een beetje een brug tussen de dienst van vorige week en van deze week. En met het kindernevendienstproject. Degenen die er waren vorige week of meegekeken hebben naar de dienst van afgelopen week hier in de Bergkerk,
benoemde Martine ook het belang van verhalen. En ze noemde onder andere de 100 verhalen van Margot en Lenny. En de kinderen in de kindernevendienst gaan aan de slag met verhalen. En misschien herkent u straks in de lezingen wel iets van uw eigen levensverhaal. Misschien wel iets van de mooie of van de verdrietige ervaringen die wij lezen van Zacharias en Elisabeth. Maar dat is van alle tijden. Wij kunnen ons herkennen in bepaalde aspecten van hun leven. En ik vroeg me af, durft u het net als Lucas aan om verhalen te delen, verhalen op te schrijven? Want wat deed Lucas? Zijn vriend Theophilus raakte in verwarring van alle verhalen die er in die tijd de ronde deden over het leven van Jezus. En Lucas dacht, ik ga uitzoeken hoe het zit, ik ga al die verhalen bundelen. En dus ik zoek naar de waarheid en goede vriend Theophilus, ik schrijf het voor jou allemaal op. Dat lezen we straks ook in Lucas 1. Dus ja, verhalen schrijven. Vanmorgen in de auto hoorde ik iemand een column lezen, vertellen. En die zei van, ik kan nu niet meer optreden in een theater. Ik ga elke week een brief schrijven. En de column was een brief aan de lockdown. Hoe inspirerend is het om de tijd te nemen om te schrijven. Om verhalen te schrijven, om verhalen te delen met je naasten, met je kinderen, met je kleinkinderen. Dat als inleiding voor de lezingen. We hebben ervoor gekozen om de lezing van Lucas 1, die best wel heel lang is, in stukjes op te delen en die te omlijsten met muziek. En elk gedeelte wat we lezen heeft weer een eigen thema. Voor mijzelf heb ik er thema's op geplakt en u heeft ook tijdens de muziek de gelegenheid om voor uzelf er een thema op te plakken. En de muziek die neemt ons mee in de verschillende sferen van elk thema, van elk stukje wat we lezen. Maar voordat we de verhalen uit de Bijbel lezen, bidden we ons gebed om licht. Laten we bidden. Goede God, mogen de woorden die klinken uit de Bijbel, de verhalen, ons bereiken, ons voeden, ons raken. Mogen de verhalen die verteld worden van het goede leven met u ons doen opveren. Mogen we ons eigen leven herkennen in de levens van mensen van toen, waardoor we herleven. Amen. Zoals al aangekondigd is de lezing vandaag uit het Evangelie naar Lucas. Lucas 1, de versen 1 tot 25. En dat gebeurt in 4 delen, na ieder gedeelte volgt orgelspel. Lucas 1. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons zijn overgeleverd door diegenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Een menuet van Bach. Thank you.
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroopte menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opnieuw een menuet van Bach. Terwijl Zacharias bezig was met het offer, verscheen opeens hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukoffer stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken." Orgelspel van Dieters van Dietersdorf. Zacharias vroeg aan de engel: "Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd." De engel antwoordde: "Ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren." De menigte stond buiten op Zacharias te wachten.
En de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Tot zover de lezing. Er volgt nu opnieuw een Engelse dans van Dieters van Dietersdorf. Zoals ik zo straks al zei, heb ik boven elk gedeelte van wat Hans zo pas gelezen heeft, een thema gezet. Deze thema's die kunt u herkennen in deze overdenking. Het eerste thema, bij het eerste stukje, verhalen, dat heb ik al genoemd bij de inleidende woorden. En de volgende thema's die ik erboven gezet heb, zijn de kapstokken voor deze overdenking. Namelijk straf, stilte en bevrijding. Straf, stilte en bevrijding. Want tijdens het lezen van dit Bijbelgedeelte realiseerde ik me dat ik het niet meer kunnen spreken van Zacharias altijd heb gelezen met die straf in gedachten. Zacharias geloofde niet wat de engel vertelde, kon het niet bevatten en daarom kon hij maandenlang niet spreken en was hij stom. Zo staat het in Lucas, zo is het ons overgeleverd. Maar ik vroeg me af, kun je ook op een andere manier kijken naar wat er met Zacharias is gebeurd? Milder. Niet denkend vanuit gehoorzamen en straf, oorzaak en gevolg. En onder die vraag klinkt ook door, hoe kijkt u, hoe kijk ik, naar onverwachte situaties, dingen die sowieso gebeuren in ons leven. Hoe reageer ik daarop? In mijn overdenking blijf ik heel dicht bij Zacharias en Elisabeth. Probeer in hun huid te kruipen, maar die vraag van hoe reageer ik op onverwachte situaties, die kan er doorheen klinken. Of hoe reageert u daarop? Lucas vertelt dat Zacharias en Elisabeth vrome, gelovige mensen zijn. Ze houden zich strikt aan de wetten en geboden van de Heer. Zacharias is priester en leeft en werkt vanuit zijn geloven. Ze zijn al op leeftijd, ze hebben geen kinderen en beiden stammen af van Aaron. Zijn zij niet de uitgelezen ouders
om een kind te krijgen als Johannes? Uitverkoren is het grote woord. Die boodschap, dat Zacharias en Elisabeth een zoon zullen krijgen op hun hoge leeftijd, komt op een heel intens moment, op een hoogtepunt in het priesterleven van Zacharias. Dat hij op zijn hoge leeftijd die reukofferdienst mag leiden, dat is zo intens en belangrijk voor hem, dat ik me voor kan stellen dat hij zich helemaal geeft in die taak. Zijn hoofd, handen, lichaam, hart, ziel, alles is betrokken om dat reukoffer aan de eeuwige te brengen. Hier had hij lang op gehoopt. En dan, als een bom die inslaat, zit daar opeens een engel met een totaal andere boodschap. Het gaat niet meer over het reukofferaltaar, maar het gaat over zijn leven, kinderloze leven en het zullen krijgen van een zoon. En wat de levensopdracht van die zoon zal zijn. Uit andere verhalen uit de Bijbel kennen we mannen en vrouwen die op latere leeftijd kinderen hebben gekregen, dus lang kinderloos gebleven zijn. En Zacharias en Elisabeth moeten die voorbeelden kennen. Abraham en Sarah, Rebecca, Rachel, Hanna. En het frappante is dat Zacharias dezelfde vraag aan de engel stelt als Abraham. Hoe kan ik er zeker van zijn? En ik vroeg mij af, kan deze reactie ook met leeftijd te maken hebben? Ik zeg niet dat het zo is, maar ik stel gewoon een vraag. Een vraag die ons op een andere manier doet kijken naar Zacharias. Want een kenmerk van mensen op leeftijd, zijn we allemaal hier met elkaar, is dat we wat minder buigzaam zijn, wat minder flexibel. Doorgaans hebben we iets langer de tijd nodig voordat een boodschap of een verandering tot ons doordringt en dat we die verandering ons eigen hebben gemaakt. Daar is niks mis mee, het is gewoon een gegeven. Oudere mensen zijn gewoon wat minder buigzaam, zowel lijfelijk als in hun geest. Maar als je met die ogen naar Zacharias kijkt, hoe hij reageert op de boodschap van de engel, dan zie ik dus een man die even de tijd nodig heeft om tot zich door te kunnen laten dringen dat hij en Elisabeth een zoon zullen krijgen. Een andere gedachte die bij mij bovenkwam, en is ook een gedachte die ik echt gewoon niet weet, maar die wel een andere blik op het verhaal, op de reactie van Zacharias brengt, is: wat als Zacharias nou een man is die zichzelf voorbij liep met de veelheid van woorden, die over alles wat er gebeurt heen praat, die met een veelheid van woorden aan de diepte van het leven voorbij lijkt te gaan? Dat hoeft niet zo te zijn, maar in zijn woorden misschien wel. En wordt Zacharias op deze manier, door dit grote gebeuren, stilgezet? Wordt hij gedwongen om zich naar binnen te keren, om stil te worden? Kijkend naar Zacharias, waarbij ik dus die schuldvraag terzijde leg, zie ik een vrome, oude priester die intens met zijn grote opdracht bezig is. Een man die mogelijk zich met zijn woorden en aandacht meer op de ander richt. Hij wordt door deze boodschap stilgezet, letterlijk stil. Als ik kijk naar Elisabeth, dan zou ik mij voor kunnen stellen dat Elisabeth een lieve, stille vrouw is. Waarom ik dit vermoed, dat weet ik niet, want het staat er niet. Maar misschien is zij wel de stille, rustige vrouw naast de praatgrage Zacharias. En dat maakt dat ik dus minder op straf gericht ben in dit verhaal en meer op bezinning en stilte. En dat komt door de laatste verzen die we lazen over Elisabeth.
Ze leefde 5 maanden in afzondering. Elisabeth is een beschadigde vrouw. De samenleving reageert niet mild op het feit dat zij geen kinderen hebben. De samenleving maakt haar te schande. Hoor ik daarin de reactie van mensen: ze kunnen zich wel vroom en rechtvaardig voordoen, maar ze hebben vast iets verkeerds gedaan, waardoor hun leven niet gezegend is met kinderen. Je hoort het mensen, je hoort het ons zo zeggen, dit of iets dergelijks. Elisabeth durft zich pas na 5 maanden weer te laten zien in haar directe omgeving. Als ze voor de buitenwereld niet meer kan verbloemen dat ze zwanger is, komt ze weer naar buiten. Maar in die 5 maanden dat Elisabeth zich schuilhield voor de mensenmassa, is er nog iets met haar gebeurd. Ze is tot ontdekking gekomen dat de Heer haar heeft willen bevrijden van de smaad die het volk op haar gelegd heeft. Ze is tot de innerlijke overtuiging gekomen dat God haar heeft bevrijd. Ze is geheeld. En vandaar ook de dans die Jan-Pieter Kamouw liet horen. Stilte, je voor een periode terugtrekken in je eigen kokon, hoe heilzaam kan dat zijn? We lezen over stilteweekenden, bezinningsbijeenkomsten, meditatie, wandelretretes, noem maar op. In de hectiek van onze samenleving, waarin de werkdruk hoog ligt, waarin de prestatiedrang hoog is, waar het geluid van de roepende, schreeuwende mens en zijn machines het leven overstemt. We leven in een hectische tijd, waarin we elkaar de druk opleggen van carrière maken, om veel, heel veel te presteren. En waarin gebeurtenissen elkaar snel opvolgen. En in deze opsomming klinkt misschien waar uw kinderen en kleinkinderen mee te maken hebben, maar ook als ouderen heb je te maken met al die gebeurtenissen die elkaar snel opvolgen. Sommige mensen in de samenleving geven vrijwillig of noodgedwongen aan dat ze met die prestatiedrang willen stoppen. Ze willen hun leven op een ander spoor zetten, waarin de carrière niet meer het belangrijkste doel is. Er zijn mensen die vastlopen, zichzelf of hun naasten kwijt zijn, die op zoek willen gaan naar een zinvol leven, naar wie ben ik? Wie ben ik in relatie met mezelf en in relatie met de ander? Misschien hoort u het ook van uw kinderen, kleinkinderen of hun vrienden. In deze jaren van corona en nu in deze nieuwe periode van corona worden we van buitenaf gedwongen om ons meer in ons eigen huis en in ons eigen leven terug te trekken. Jullie zitten op afstand van elkaar. Jullie luisteren thuis naar deze dienst. We dragen de mondkapjes. En voor velen waren de vorige lockdowns helend door het een poos naar binnen te kunnen keren. En voor anderen waren ze moordend. Want een zelfgekozen stilte in het leven is anders dan als er iets gebeurt van buitenaf, waardoor we stil worden gezet, als we worden gedwongen. Omgaan met een opgelegde stilte noem ik levenskunst. Dat geldt voor als je jong bent, of als je ouder bent, of als je ouders van kinderen bent. De boosheid die je kunt voelen door alles wat door corona is gebeurd wereldwijd, herkennen we allemaal. Boos op de overheid die de nodige maatregelen moet nemen. Boos op leidinggevers die niet gemakkelijke keuzes moeten maken. Ga maar eens in hun schoenen staan. Of de boosheid als je toch zelf besmet geraakt bent. Of de angst om ziek te worden. Of als je ziek bent, hoe erg word je ziek? En ja, de werkelijkheid is dat er elke dag wereldwijd mensen sterven aan dit virus. En dat klinkt als een gegeven. En daar zullen we naar moeten handelen. Zoals ik zei, afstand houden.
tegelijkertijd betrokken blijven op elkaar. Thuis blijven en toch van je laten horen. In deze tijd zijn we gezegend met telefoons. We kunnen elkaar bellen. Maar misschien het oude briefschrijven oppakken. Ja, wie weet wat dat kan opleveren. In de stilte een schriftje pakken en daar je levensverhalen opschrijven. Hoe waardevol kan het zijn voor je kinderen, voor je kleinkinderen? Noem maar op. Het is een lastige periode waar we doorheen gaan. Hoe dan ook. En toch zien dat er na grijze, grauwe dagen ineens de zon op een mooi herfstblad kan schijnen. Je laten inspireren door een mooi boek. Door een Bijbelverhaal, door mooie muziek, door dat wat jouw leven glans geeft, zodat je iets van die glans door kan geven aan anderen. Ik citeer een rabbi. Hij zei: geheel mijn leven groeide ik op onder de wijzen. En ik vond niets beters voor een persoon dan stilte. En vanuit die stilte, die best een poos kan duren, komen tot de ontdekking. Komen tot een bevrijding. Komen tot een evenwicht in het leven. En daardoor kon Elisabeth zeggen: dit heeft de Heer voor mij gedaan. Je hoort de bevrijding in de uitspraak. En daarmee zeg ik niet dat de Heer corona aan ons gedaan heeft. Begrijp me goed, dat zal ik niet zeggen. Maar Zacharias kan na zijn maandenlange stilte, als hun zoon geboren wordt, God loven. Met vele, vele woorden die ik ga lezen uit lied 158c. En daarmee beëindig ik deze overdenking. Ik lees lied 158c. Het is misschien mooi om mee te lezen. Gezegend de Heer, gezegend Israëls God, want omgezien heeft Hij naar zijn volk. Zoals gesproken ooit bij monden van profeten, zoals gezworen eens aan Abraham zijn vriend, zo een en al ontferming gunt Hij ons bevrijding. Hij blijft met ons vertrouwd, voorbij aan ons verleden. En wij leven weer voorgoed op Hem gericht. Zijn hart spreekt klare taal van liefde, van erbarmen. Wie leven in de nacht, getekend door het donker, Hij vangt hen in zijn licht. Zijn zon gaat stralend op, een weg in de woestijn. De vrede is begaanbaar. Gezegend de Heer, gezegend Israëls God, want omgezien heeft Hij naar zijn volk. Amen.
We bidden ons dankgebed, onze voorbeden, het stilgebed en het Onze Vader. En naar de woorden roepen wij u aan, zeggen we met elkaar, kom Heer, op wie de wereld wacht en leid ons tot elkander. Laten we bidden. Eeuwige, nabije God, in een wereld vol geluiden, chaos, ziekte, nare dingen, verlangen we naar heelheid, rust, vrede, saamhorigheid en noem maar op. En daarom roepen we u aan met de woorden, kom Heer, op wie de wereld wacht en leid ons tot elkander. In deze weken van Advent, waarin we het stille verlangen naar die heelheid meer en meer uitspreken naar u, vragen we u, wees de vluchtelingen nabij. Wees hen nabij die de vluchtelingen proberen te helpen, soms met gevaar voor eigen leven, maar die niet langer machteloos willen toezien en hun handen uit de mouwen steken. Wees nabij al die mensen die in landen wonen met te weinig eten en drinken. En wees ons nabij in ons nadenken en keuzes maken, om daar waar we kunnen te helpen. Wees ons en geleerden nabij om de keuzes voor een groenere aarde te kunnen en te willen bereiken. We bidden, wees nabij de zieken, de stervenden, de rouwenden. Wees hen nabij die rouwen om een geliefde die kort of langer geleden gestorven is. Omring de familie en vrienden van Ineke Boon, als ze deze week afscheid nemen van haar. En nu leven zonder Ineke. En daarom roepen we u aan met de woorden, kom Heer, op wie de wereld wacht en leid ons tot elkander. God, er is veel te zeggen, veel wat in ons hart leeft. En in de stilte van dit moment en in de gemeenschap met elkaar, ook met hen die thuis met ons meebidden en meevieren, zeggen we u wat in ons hart leeft aan dankbaarheid en zorg. Eeuwige, daarom roepen we u aan met de woorden, kom Heer, op wie de wereld wacht en leid ons tot elkander. Bidden we samen met alle gelovigen wereldwijd het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet van de gemeente naar Aaltje Visser. De eerste collecte is de diaconale adventscollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië. De tweede collecte is de pastorale collecte voor de wijkgemeente. Na de persconferentie van vrijdag
zullen we ook als kerk aanpassingen moeten treffen. Nadere berichten volgen via gemeentemail en website. Nu al kunnen we aangeven dat de avond over de nieuwe Bijbelvertaling aanstaande donderdag niet door zal gaan. Wie zich had aangemeld, krijgt nader bericht. U ontvangt of u hebt al ontvangen het decembernummer van de wijkkrant van Den Haag West. Hierin staan de verkeerde datum voor het inleveren van de kopij voor het januari-nummer vermeld. Dit moet zijn kopij op uiterlijk 6 december zenden aan wijkkrant DHW. Dus wijkkrant Den Haag West, afgekort DHW, @gmail.com. U vindt deze informatie ook op de wijkgroet. De Bijbels die besteld zijn bij Anje Broekman zijn volgende week zondag beschikbaar. U kunt ze na de kerkdienst bij haar afhalen. Volgende week zondag, 5 december, geeft Warner weer een koffieconcert na de dienst. Hij heeft een bijzonder programma in gedachten. Gezien de datum zou de heilige Sint-Nicolaas ook nog wel eens voorbij kunnen komen. Het koffieconcert wordt u aangeboden door de kerkraad. Het concert wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een improvisatie. Tot zover de mededelingen. Ons slotlied is lied 144, vers 1 en 2. We mogen gaan, een nieuwe week in. We mogen gaan met de zegen van de eeuwige die met ons meegaat ook in deze weer andere, wat lastigere tijd. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen.